Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een klein experimenteerdoosje van Cosmos. Roze gekleurde kristallen zelf kweken voor kinderen vanaf 10 jaar. Voor kinderen onder 10 jaar is dit niet bedoeld. En je moet het in ieder geval ook onder toezicht van volwassenen doen. Kweek vannacht uit een gekleurde oplossing een fonkelend kristal. Complete uitrusting om te kweken zit erbij bevat, plus een sieradendoosje voor je kristal. We gaan de set eens even openmaken en kijken wat er allemaal bij zit. En dan willen we natuurlijk ook nog een kristal gaan kweken. Wat erbij zit is kalium aluminium sulfaat. Dat is een zakje. Dan zit er een maatbekertje bij. Dit is denk ik het sieradendoosje. Het ziet er ook een beetje uit als een kristal en je kunt dat dan open en dicht doen. Dan hebben we hier nog kleurstof in het roze. En hier hebben we nog de instructies. En als laatste hebben we hier een stokje om te roeren. In de instructies staan twee proefjes. Eén daarvan gaan we vandaag proberen. En dan is het vooral zo dat we moeten wachten. Je moet een dag lang wachten. En hopelijk hebben zich dan wat kristallen gevormd. Dat zien jullie in een van onze volgende video's. Als eerste moet ik dit kalium aluminium sulfaat in een potje doen. Ik doe dat in een jampotje. En ik open het zakje met een schaar. Je moet niet je tanden gebruiken om een zakje als dit open te maken, vanwege de stoffen die erin zitten. Dit ziet er een beetje uit als suiker of zout. En dan komt er nog 90 ml water bij, dus dat zijn 3 volle bekertjes. Als volgende hebben we kokend water nodig in een pannetje. Ik ga in een pannetje ongeveer 3 tot 4 centimeter hoog water doen en dat dan aan het koken brengen. Dan hebben we dat nodig voor het proefje. Zo, hier is mijn pan met het gekookte water. Ik heb hem net van het fornuis gehaald en daar doe je het potje dan in. Met dit stokje roer ik dit nu om, totdat het zout opgelost is. Als het na een tijdje nog steeds niet afgekoeld is, dan ligt het eraan dat het water te snel is afgekoeld. Dan kun je het water nog eventjes verwarmen op het fornuis en dan het potje er weer in doen en weer verder roeren. Bij mij is zo onderhand alles wel opgelost. Ik heb nog eventjes gewoon verder geroerd. En zo ziet het er heel goed uit. Dan kunnen we nu verder gaan. Hier komt nog de helft van het kleurpoeder bij. Ik doe de helft hierin. En de rest moet je goed dichtmaken en bewaren. Dit roer ik weer goed door tot de kleur allemaal opgelost is. Als de kleur opgelost is, dan is het nu vooral wachten. Dit moet je dan op een veilig plekje zetten en dan afwachten. Na een paar uur zou je al een paar kristalletjes moeten zien op de bodem. Ik ben erg benieuwd. En jullie zien dan wat er gaat gebeuren in een van onze volgende video's. Ik hoop dat jullie de voorstelling van dit kleine experimentendoosje leuk vonden. Jullie kunnen me in de reacties laten weten wat jullie ervan vonden. Of jullie zelf zo'n proefje gedaan hebben. Of jullie net zo benieuwd zijn als ik wat het wordt of het echt van die roze kristallen worden. Laat het allemaal maar weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog. Bekijk ook onze andere video's. We hebben ook al verschillende andere kristallen gekweekt. We hebben al verschillende sets gebruikt ook en dat steeds geprobeerd. Die kunnen jullie natuurlijk ook nog eventjes bekijken. En verder, bekijk ook onze andere speelgoedvideo's. Abonneer op ons kanaal en tot de volgende keer. Doei!